Hallo, die laat ons bidden. Vamos a orar. Laat ons vragen God om met ons te zijn vanavond. A pedirle al Señor que bendiga este servicio en esta noche. Hallelujah. God is good. Dios Hallelujah. Es bueno. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Heer Jezus, wij danken u en prijzen voor vanavond. Wij bidden in Jezus' naam dat u zal deze Bijbelstudie zegenen. Zeker deze Bijbelstudie hier. Ik bid in Jezus' naam, help mij om het te spreken in Nederlands. Help mij vertalen in Spaans te spreken. Help ons allemaal om de woord van God te verstaan. Heer, wees met ons vanavond, halleluja. Laat je Heilige Geest hier uitstorten. Ik dank u en prijs u in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Gloria Amen. Dios. Praise Gloria God. Jesus. Amen. Kan je Bijbels naar Lucas hoofdstuk 14. Vamos a nuestra Biblia, a Lucas capítulo 14. It's good to meet you in the scene vanavond. Estoy muy contento de verla todo en esta noche. Praise God. Gloria a Dios. Lucas hoofdstuk 14, vers 15 tot en met 24. Lucas 14, versículo 15 hasta el versículo 24. Lucas hoofdstuk 14, vers 15 tot en met 24. Lucas 14, versículo 15 hasta el versículo 24. En als een van degenen die mede aanzaten deze dingen hoorde, zeide hij tot hem, zalige zij die brood eet in het koninkrijk Gods. Oyendo esto, uno de los que estaba sentado con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Maar hij zeide tot hem, een zeker mens bereidde een groot avondmaal en hij noodde er vielen. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. En hij zond zijn dienstknecht uit ten uren des avondmaals om de genoden te zeggen, komt, want alle dingen zijn nu gereed. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. En ze begonnen allen zich eindrakelijk te aanschuldigen of excuses te maken. De eerste zeide tot hem, ik heb een akker gekocht en het is nodig dat ik uitga en hem bezie. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. En een ander zeide, ik heb 5 juk assen gekocht en ik ga heen om die te beproeven. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuse. Een ander zeide, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. Praise God. Y otro dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Ja, mijn vrouw heeft gezegd, ik mag niet komen. Yeah. Praise God. Gloria a Jesus. En dezelfde dienstknecht weder gekomen zeide, boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig en zeide tot zijn dienstknecht, ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad en breng de armen, de verminkten en de kruipelen en de blinden hierin. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su dueño. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por la plaza y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. En de dienstknecht zei de heer, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. Y dijo el siervo, señor, he se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. En de Heer zei tot de dienstknecht, ga uit in de wegen en heggen en dwing ze in te komen, omdat mijn huis vol worden. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y esfuérzalo a que entren para que se llene mi casa. Praise God, want ik zeg jullie dat niemand van de mannen die genood waren mij avondmaal smaken zal. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. En voordat je gaat zitten. Y antes de que se sienten. Vraag de persoon naast u. Dile a la persona que te queda a tu lado. What is your excuse? ¿Cuál es tu excusa? What is your excuse? Ik heb geen excuus. Okay, good. Venirle, amen. Ik heb geen excuus. Praise God. What amen. Is your excuse? ¿Cuál es tu excusa? Amen. Gloria a Jesús. Hallelujah. Ik heb geen excuus. Misschien wel, maar niet sterk genoeg.
Amen. Hallelujah. Gloria a Dios. ¿Cuál es su excusa? What is your excuse? Gloria a Jesús. Amen. You know, ik snap het niet. No lo comprendo. Ik snap het niet. Yo no lo comprendo. Pueden sentarse, amados hermanos. Waarom is het dat mensen niet voor Jezus willen leven? ¿Y por qué será que las personas no quieren vivir para el Señor? What is an excuse om God niet te leren kennen? ¿Cuál es su excusa de la persona para no conocer al Señor? You know, we leven in a moderne wereld. Vivimos en un mundo moderno. We hebben alle soorten dingen die ons leven heel gemakkelijk maken. Y tenemos todas las cosas que nos hacen la vida más fácil, más cómoda. Maar weet je, toch met al deze dingen hebben wij nog steeds veel problemen in ons leven. Pero aún así, con todas esas comunidades y esas cosas, tenemos problemas. Praise God. Gloria a Dios. Eso no cambia. Met alle grote vooruitgangen dat wij hebben gehad, con todos los adelantos que hemos tenido, hebben wij nog steeds hetzelfde problemen dat wij 100 jaar geleden hadden. Aún permanecimos con los mismos problemas que teníamos 100 años atrás. Mensen worden nog steeds verslaafd. Las personas todavía siguen se envician. Mensen worden nog steeds depressief. Las personas se vuelven depresivas. Mensen worden nog steeds bedroefd. Las personas se vuelven nuevamente triste. Mensen worden nog steeds gepenigd. Las personas se vuelven dolidas. Mensen hebben nog steeds huwelijkproblemen. Las personas aún tienen problemas matrimoniales. En de lijst gaat maar door. Y la vida aún continúa. Dus ik vraag me af waarom mensen nog steeds niet voor Jezus wil kiezen. Así que yo me pregunto por qué es que las personas no deciden para vivir para el Señor. Dus, what is your excuse? Entonces, ¿cuál es tu excusa? You know, er zijn zoveel excuses die mensen tegenwoordig geven waarom zij niet voor God willen leven. Hay tantas excusas en estos días en que las personas ofrecen por la cual ellos no pueden vivir para Dios. En sommige van hun excuses zijn net zo stom als degene die hier in Lucas 14 staan. Y algunas de esas excusas son igual de tonta como la que acabamos de leer en Lucas capítulo 14. Ik kan niet omdat ik heb een stuk grond heb gekocht. No puedo porque he comprado una tarea de tierra. Ik kan niet omdat ik 5 juk asen heb gekocht. No puedo porque he comprado 5 yuntas de bueyes. En natuurlijk, de laatste is mijn favoriet. Y naturalmente, el último es mi favorito. Ik kan niet omdat ik ben net getrouwd. No puedo porque acabo de casarme. Praise God. Gloria a Jesús. Amen. Gloria They had a Dios. Allemaal an excuse om hun uitnodiging af te wezen. Y todos tenían una excusa para disculparse a su invitación. Nou, ik vraag me af als de excuses die zij hebben gegeven echt zo stom zijn, of proberen zij iets aan ons te vertellen. Let me het nog een keer zeggen, ik wil dat je begrijpt. Yeah. Ik vraag me af als de excuses die zij hebben gegeven, lo que me pregunto es si las disculpas que ellos dieron zijn echt zo stom, son de igual de tonta, of proberen zij iets aan ons te vertellen. O es que esta excusa no intentan de decir algo a nosotros. Now, let me kijken naar deze 3 excuses. Así que miremos estas 3 excusas. It says here, ik heb een stuk grond gekocht en ik moet het zien. Dice que ha comprado una tarea de tierra y que la quiere ver, una hacienda y la quiere ver. Weet je wat? Dat is net als iemand die een huis koopt zonder het te zien. Esto se podría comparar a una persona que compra una casa sin verla. Right? Sí. Yeah. Right. Wie koopt iets voordat they had niet seen? ¿Quién se atreve a hacer una compra de algo que no ha visto aún? Je gaat niet naar een winkel en koop een jurk zonder het aan te passen. No te vas a ir a la tienda, no te diriges a la tienda y te compra un vestido sin antes probártelo. Je gaat niet naar de winkel en je kopen zonder te zien. No vas a ir a la tienda a comprar un vestido sin verlo. Maakt niet uit, je zet het wel gewoon in de doos, ik neem het mee. Oh, no me importa, solamente colócalo en la caja y me lo llevo. Ik wil laten zien dat de excuse is een beetje stom. Lo que quiero, intento de explicarle es que estas excusas son muy tonta. Maar dat toch zegt iets over deze persoon.
Pero aún así eso dice algo de esta persona. Praise God. Amen. What prepared he taken us to second? ¿Qué intenta él decirnos a nosotros? Eigenlijk what he said is, ik heb iets beter om naartoe te gaan. En realidad lo que esta persona quiere decir es, tengo algo mejor a donde ir. Algún lugar mejor donde ir. It's an excuse. Es una excusa. Maar als je echt naar het kijkt, eigenlijk wat ik wil zeggen is, nou sorry, ik heb iets beters te doen. En realidad es una excusa. Sorry, iets beter om naartoe te gaan. Pero si te pones a analizarla y la mira bien, en realidad lo que quiso decir es, tengo un lugar mejor a donde ir. En in de volgende zegt, ik kan niet komen omdat ik 5 juk assen heb gekocht en ik moet hun proberen. Y el segundo dijo que no podía ir porque había comprado 5 yuntas de bueyes y lo tenía que probar. Again, that is net als iemand een auto koopt zonder om een proefrit te maken. Y nuevamente es como si una persona se comprara un coche y no hiciera, no diera una vuelta o lo probara primero. En voor iedereen die heeft ooit een auto gekocht, het is vanzelfsprekend, je gaat een proefrit in de auto doen. Y para aquellos que han comprado un auto, pues saben que automáticamente uno quiere dar una vuelta en él. Je gaat niet zomaar in de dealerschap en zeggen, oh, ik neem die. No vas a ir dirigirte a donde venden los coches y vas a decir, sí, yo quiero este. Will you prove it? No, here, I gave him my help. Y que si te pregunta que si quiere probarlo, tú digas, no, tenga aquí está su dinero. Do it later. Lo hago después. What? No. See how stom eigenlijk that excuse clinked. Así que podemos ver cuál tontas se escuchan esas excusas. Maar toch zegt het iets over deze persoon ook. Pero aún así esto también dice algo de esta persona. What prepared he taken us to say? ¿Qué intenta él decirnos a nosotros? He said, ik heb iets beter om te doen. Lo que nos dice es, yo tengo algo mejor que hacer. Now the last person said, ik kan niet komen omdat ik ben net getrouwd. Y la persona número 3 dijo, no puedo ir porque me acabo de casar. Weet je wat zijn excuse is? ¿Sabes cuál es su excusa? It is niet mijn school dat ik niet kan komen. No es mi culpa que yo no pueda ir. It's not my school. No es mi culpa. Ik kan niet komen vanwege mijn familie. No puedo ir por mi familia. Ik kan niet komen vanwege mijn vrienden. No puedo ir por mis amistades. Ik kan niet komen vanwege mijn man of mijn vrouw. No puedo ir por mi esposo o por mi esposa. See, it's not my school. Pero la dando a entender que no es su culpa. See, it is not what they have gezegd. No es lo que ellos hayan dicho. It is what they have bedoeld. Es lo que ellos quieren haber dicho. Now, ik wil met u delen 6 andere excuses. Y quiero compartir con ustedes 6 excusas más. Die net zo stom zijn als wat wij hier hebben gelezen. Que son igual de tonta como la que acabamos de leer. They zeggen één ding, maar they bedoelen iets helemaal anders. Y es que decimos algo, pero verdaderamente lo que insinuamos es otra cosa, insinuar. Ik hoop dat je vindt het wel leuk. Espero que les guste. Excuse number 1. La excusa número 1. It spijt mij, maar ik kan niet komen. Discúlpame, pero no puedo ir. Omdat ik geen spiegel heb. Porque no tengo un espejo. It spijt mij, ik kan niet komen omdat ik geen spiegel heb. Discúlpame, no puedo ir porque no tengo un espejo. Now, begrijp wat ik probeer hier te doen is dat deze mensen dat we hebben net over gesproken hebben ook heel stomme reden gegeven waarom ze niet komen. Así al igual que esta persona de la cual nosotros hemos hablado tenían también excusa igual de tonta por la cual no podían ir. En ik probeer op een heel humoristische manier u iets uit te leggen. Y lo que estoy intentando decírselo de una forma cómica, una forma graciosa. In Jacobus hoofdstuk 1, vers 22 tot met 24. In Santiago 1, versículo. Jacobus hoofdstuk 1, 22 hasta el 24. Vers 22 tot met 24. Santiago, right? Ja. Yeah. Praise God. Maar zij daders des woords en niet alleen hoorders die u zelven misleiden. It must be a Amen. U zelven zelven? Double zelven. U zelven misleiden. Wow.
Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. But so Eman and two hoarder from the board is, and Cain Duner, he is als een mens die zijn natuurlijk aangezicht in een spiegel ziet. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Want hij aanschouwt zichzelf en gaat zijn weg en vergeet onmiddellijk wat voor een man hij was. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. You know, veel mensen zullen de uitnodiging van God niet accepteren. Muchas personas no van a aceptar la invitación de Dios. Omdat ze geen spiegel hebben. Porque no tienen un espejo. Waarom? ¿Por qué? Omdat ze niet kunnen zien wat ze werkelijk zijn. Porque no pueden ver verdaderamente lo que son. They komen naar de kerk en ze gaan weg op dezelfde manier waarop ze kwamen. Vienen a la iglesia y se van de igual manera que como han venido. Geen van de dingen die de voorganger heeft overgesproken. Geen van de dingen die de voorganger heeft overgesproken. Entregan o dan las cosas que el pastor ha predicado. Heeft iets te maken met hun. No tiene todo lo que el pastor predica, no tiene nada que ver con esa hij persona. Hij spreekt zeker over iemand anders. En realidad está hablando de otra persona. Ik ben niet zo slecht. Yo no soy tan malo. Zee, wij moeten oppassen dat wij die soort houding ook niet aannemen. Así que tenemos que cuidarnos de no tomar esa actitud. Dat wanneer wij naar de kerk komen, dat wij kiezen wat voor ons is en wij niet en wat niet voor ons is. Tenemos que cuidarnos de que cuando venimos a la iglesia no nos pongamos a escoger qué no pertenece a nosotros y qué no es de nosotros. See, wanneer woord van God wordt gepredikt, porque cuando la palabra de Dios está siendo predicada, moeten wij onszelf eerst onderzoeken hoe het spreekt tot mij in mijn situatie. Primero tenemos que revisarnos nosotros mismos y mirar cómo esa palabra está haciendo el efecto en mi situación. See, veel mensen laten hun spiegels thuis wanneer zij naar de kerk komen. Así que muchas personas dejan los espejos en la casa cuando vienen a la iglesia. Zij willen echt niet naar hun eigen zelf kijken terwijl zij hier zijn. Porque no quieren mirarse a ellos mismos cuando están aquí. Makkelijk om te wezen wat anderen zijn bezig verkeerd te doen. Porque es mejor poder señalar a los otros que están haciendo las cosas equivocadas. See, God wil dat wij doeners van zijn woord, zijn woord. Así que Dios quiere que seamos hacedores de su palabra. That betekent dat wij in de spiegel van God's woord moeten kijken. Y esto es lo que quiere dejar dicho, que nos tenemos que mirar en el espejo de Dios. And als wij dat zullen doen, zullen wij veranderen. Y si lo hacemos, vamos a cambiar. Praise God, have you spiegel meegenomen naar de kerk? ¿Ha traído tu espejo a la iglesia? Hallelujah, praise God. Ik heb mijn spiegel meegenomen. Yo he traído mi espejo Hallelujah. A la iglesia. Praise God. Lo han traído. Amen. Gloria Hallelujah. A Jesús. Praise God. Excuse number two. Ahora venimos a la excusa número dos. It spake me, maar ik kan niet komen. Discúlpame, pero no puedo ir. Omdat ik geen gloeilamp heb. Gloeilamp. Porque no tengo una lámpara buena. Right, gloeilamp. Sí, una lámpara buena. Ik wil het verschil maken tussen een lamp en een gloeilamp. Praise God. Vamos a hacer una diferencia entre lo que es tener sencillamente una lámpara o una bombilla a una buena lámpara que nos dé buena luz. A lamp, right? Praise God. Sí. Ik kan niet komen omdat ik geen gloeilamp heb. No puedo ir porque no tenía una buena lámpara. Praise God. Johannes hoofdstuk 3, vers 19 tot en met 21. Ahora vamos a Juan 3, 19 hasta el 21. Johannes 3, vers 19 tot en met 21. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Want een ijgel die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, omdat zijn werken niet bestraft worden. Porque todo aquel que hace mal, lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, omdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.
Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ik kan niet komen omdat ik geen goede lamp heb. No puedo ir porque no tengo una lámpara buena. Weet je waarom? ¿Sabes por qué? Omdat ik hou van in het donker te zitten. Porque me encanta estar en la oscuridad. Ik hou van in het donker te zitten. Me gusta estar en la oscuridad. Ik hou niet van het licht, omdat het licht de dingen die ik doe, verkeerd doe, blootlegt. No me gusta la luz porque la luz, las cosas que yo hago, las saca al descubierto. Zolang ik in het donker blijf, kan ik doorgaan met de verkeerde dingen die ik doe en niemand zal het weten. Así que mientras permanezca yo en la oscuridad, puedo hacer las cosas que me guste hacer y nadie se va a dar cuenta. Ik hou van het donker omdat het verbergt het kwaad dat ik doe. Me gusta la oscuridad porque está oculta la maldad que yo hago. Si mensen die geen gloeilampen hebben, así que las personas que no tienen una buena bombilla, kunnen Jezus niet vinden. No pueden encontrar al Señor. Hoe dichter ze bij het licht komen, pero mientras más se acercan a la luz, hoe meer bloot ze zich voelen. Más a descubierto o desnudo se sienten. Si, het komt op neer dat ze willen dat hun daden blijven verborgen. Entonces lo que pasa es que que quieren que sus obras permanezcan ocultas. They willen niet veranderen. No quieren cambiar. Weet je, als je in de donker kamer zit, sabes que cuando tú estás en un cuarto oscuro, and iemand doet het licht op, y alguien te prende la luz, what compared to? ¿Qué pasa? Right? You're like, te molesta. Sí. Right? It neemt tijd om voor je ogen aan te passen. Y toma un tiempo para que tus ojos se acostumbren a la luz. Wanneer het licht van Jezus schijnt in je leven, cuando la luz del Señor Jesucristo brilla en tu vida, het neemt tijd ook om aan te passen. Toma también un tiempo para entonces acostumbrarse. Wij noemen die tijd genade. Y nosotros nombramos este tiempo como gracia. Genade. Gracias. Gracias. Ja, gratie. Ja. Zie. God geeft u tijd om aan het licht aan te passen en uw leven op te ruimen. El Señor te da el tiempo para que te vayas acostumbrando a la luz y empiece a ordenar tu vida. Maak me denken toen ik younger was. Me deja pensar esto cuando yo era joven. En mijn moeder zal in mijn slaapkamer komen en ze doet het licht aan. Y mi madre entraba a la habitación y prendía la luz. En wat zegt ze? ¿Y qué decía? Ik wil dit kamer opgeruimd hebben. Quiero que esta habitación sea ordenada. Het zag heel netjes uit toen de licht was uit. Pero mientras la luz estaba apagada se veía muy ordenada. Doe maar de licht uit en het is geen probleem. Así que apague la luz otra vez y así no hay ningún problema. Maar zo is God met ons. Así mismo es Dios con nosotros. Halleluja. God geeft u de tijd om het licht aan te passen en je leven op te ruimen. El Señor nos da el tiempo para que nos acostumbremos a la luz y podamos ordenar nuestras vidas. Maar om dat te doen moet u een gloeilamp hebben. Pero para hacer esto necesitamos de una buena bombilla. Es niet alleen een spiegel, maar no het is ook een gloeilamp. Un espejo, pero también una buena bombilla. Amen. Praise Amen. God. Uw woord is een licht, lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad. Halleluja. Tu palabra es la verdad, es luz a mis pies y ya. Yeah. Gloria a Dios, ustedes se lo saben. Salmo 119, busquémoslo por ahí. Amén. Amén. Excuse number 3. Ahora llegamos a la excusa número 3. Expite me, maar ik kan niet komen. Discúlpame, pero no puedo ir. I'm dead ik moet naar de bank. Porque tengo que ir al banco. Yeah, praise God. Omdat ik naar de bank moet. Porque tengo que ir al banco. Matteüs hoofdstuk 6. Mateo 6. Matteüs 6 vers 19 tot en met 21. Mateo capítulo 6 versículo 19 hasta el versículo 21. Ja. Matteüs hoofdstuk 6 vers 19 tot en met 21. Vergadert u geen schaden op de aarde, waar zij de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la pulilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Maar vergadert versículo 19. Oh, sorry, sis. Go ahead. Amén. Are you clear? Yeah. Sorry. Maar vergader de schaten in de hemel, waar zij toch mot nog roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven nog stelen.
sino hacer tesoros en los cielos, donde ni la pulilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Porque donde está vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. It is an excuse. Así que vemos que esto es una excusa. Ik kan niet komen omdat ik naar de bank moet. No puedo ir porque tengo que ir al banco. What bedoelt u, broeder White? ¿Qué tú quieres decir, hermano White? Ik kan niet komen omdat geld meer belangrijk voor mij is. No puedo ir porque el dinero es más importante para mí. In twee van de excuses that in the text that wij hebben gelezen in Lucas hoofdstuk 14. En dos de las excusas que acabamos de leer en el capítulo 14 de Lucas. Twee van die teksten gingen over geld. Dos de esas excusas en los textos se trataba de dinero. Ik heb land gekocht. He comprado una hacienda. Ik heb ossen gekocht. He comprado una yunta de bueyes. What ik heb is meer belangrijk dan jouw uitnodiging. Lo que tengo es más importante que tu invitación. See, the price om Jezus te volgen for feeling is to hope. Así que el precio para seguir al Señor para mucho es muy alto. Maar de prijs om hem niet te volgen is veel hoger. Pero el precio de no seguir al Señor Jesucristo Amen. Aún es más alto. Hallelujah. Es aún más alto. Wat zal een man geven in royal voor zijn ziel? ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? You know, what is ons excuse? ¿Y cuál es nuestra excusa? You know, it is heel makkelijk om anderen te bekritiseren, maar laten we weer in de spiegel kijken. Es muy fácil para nosotros criticar a otro, pero vamos a vernos en el espejo. Hoe trouw zijn wij met onze tiende? ¿Cuál fiel somos nosotros con nuestros diezmos? Hoe trouw zijn wij naar de Bible study te komen? ¿Cuál fiel somos nosotros yendo al estudio bíblico? Weet u wat het kost om te komen? ¿Sabes tú lo que te cuesta para venir? See, wij zijn gewillig om de kost van onze tijd te betalen om hier te komen. Lo hacemos voluntariamente y hemos decidido voluntariamente venir a dar el tiempo para estar aquí. Praise God. Ik ben dankbaar dat je bent gewillig om hier te komen. Estoy muy agradecido que tú has venido voluntariamente. You have a whole price betaald. Tú has pagado un precio muy caro. See, onze tijd is kostbaar. Porque nuestro tiempo es valioso. Wij zijn op weg naar, en het probleem is, veel mensen zijn op weg naar de verkeerde bank. En los problemas, mucha gente van veel mensen zijn al banco equivocado. Amen. Ja, ze zijn op weg naar de verkeerde bank. Muchas personas van al banco equivocado. Onze bank is de hemel, praise God. Porque nuestro banco es el cielo. En daar is waar ik moet investeren. Y ahí es que tenemos que nosotros invertir. Welke bankpas heb je meegenomen vanavond? ¿Cuál fue tu pase de banco que tú traíste en esta noche? The word from God is a spiegel. La palabra de Dios nuestro espejo. Praise God. It is a clue lamp. Es una buena lámpara. And it is my bank pass. Y también es nuestra tarjeta Hallelujah. Bancaria. Because in here, praise God, is all the rikdom that I have noted. Porque dentro Hallelujah. De esto está toda la riqueza que nosotros necesitamos. Praise God. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Excuse number four. Ahora venimos a la excusa número 4. Oh, spate me, where can he come? Oh, discúlpame, yo no puedo ir. Under the cane horloge head. Porque no tengo un reloj. Praise God. Yeah, cane horloge. No Hallelujah. Tengo un reloj. Amen. Handeling hoofdstuk 24. En Hechos, versículo 20, capítulo 24. Vers 24 en 25. Versículo 24 y 25. Na sommige dagen, Felix, daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Als hij handelde van rechtvaardigheid en machtigheid en van de toekomende oordeel, Félix zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde, voor ditmaal ga heen. En als ik gelegenheid zal hebben bekomen, zo zal ik tot mij roepen. Pero zo zal ik tot u mee roepen. Amen. Amen.
Pero al citar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Filis se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. See, Felix's excuse was, la excusa de Filis fue, ik kan niet komen omdat ik geen horloge heb. No puedo ir porque no tengo un reloj. See, zonder een horloge heb ik geen idee hoe laat het is. Porque sin un reloj tú no tienes idea de qué hora es. See, iedereen is aan het wachten tot het laatste moment om de Heer te gaan dienen. Y todos están esperando el último minuto para ir a servir al Señor. Maar they weten niet hoe laat het is. Pero nadie sabe a qué hora es. Voordat Jezus komt, terugkomt, ik ga mijn leven in orde maken. Antes de la venida del Señor, yo voy a ordenar mi vida. Maar ik heb het nog te druk in mijn leven om naar de kerk te gaan. Pero ahora estoy muy ocupado en mi vida para ir a la iglesia. They say that omdat they weet niet hoe laat het is. Y ellos lo dicen porque no saben qué hora es. See, they think there zijn meer belangrijke dingen dan de kerk. Así que piensan que hay cosas más importantes que la iglesia. See, that is what the kerk is for some mention. Así que esto es lo que la iglesia es para algunas personas. It's only a spilling from tide. Es solamente un perder el tiempo. What do I here? ¿Qué hago yo aquí? What do I here? ¿Qué hago yo aquí? Ik heb betere dingen om te doen. Tengo cosas mejores que hacer. Maar er zal een dag komen. Pero llegará un día. That you had convinced that you mere tide had on your zeal bestowed. En el que va a desear que haya dedicado más tiempo a tu alma. Wanneer je staat voor de rechterstoel van Christus. Cuando estemos delante del trono del Señor. Je zal wensen dat je meer tijd besteed in de kerk. Desearíamos haber estado más tiempo delante del Señor. You know, weer is heel makkelijk om de vinger te wijzen naar andere mensen. Sabes, muy fácil poder señalar con tu dedo a otra persona. Maar what do you met de tijd dat God heeft aan u gegeven? Pero qué haces tú con el tiempo que Dios te da a ti? What shall you do? What shall you do als dit uw laatste kerkdienst zou zijn? ¿Qué harías tú si este fuera el último servicio, el último culto? What shall you do? ¿Qué haría? Had you beter gezongen? Habías cantado quizás mejor. Had you meer geloof praised? Quizás había adorado más. Had you meer gegeven naar de dienst? Te había entregado más, te había dado más al culto. Had you beter geluisterd? Habías escuchado más o mejor. What had you done? ¿Qué hubiera hecho? What is your excuse for who you geestelijk bent? ¿Cuál es tu excusa por cuál espiritual, por cómo espiritual tú eres? Have you ook your horloge verloren? ¿Ha perdido acaso tú tu reloj? Aquí está. Gloria a Jesús. Dit laat ons weten hoe laat het is. Y esto nos deja ver a nosotros qué hora es. It is onze spiegel. Es nuestro espejo. Praise God. It is, praise God, what was it? It's onze spiegel, it's onze gloeilamp. Es nuestro espejo, es nuestra bombilla. Es onze bank. Es nuestra tarjeta del banco. Es ook onze horloge. Y también es nuestro reloj. Praise God. Excuse number 5. Excusa número 5. It spijt mij, maar ik kan niet komen omdat het. Nee. Het spijt mij omdat ik jullie een beetje vreemd vind. Discúlpame. Het spijt mij, ik kan niet komen omdat ik vind jullie een beetje vreemd. Huh? Ja? Oh, okay. Praise God. Algunos dicen, discúlpame, pero yo lo encuentro a ustedes un poco extraño, raro. Praise God. Raro. Yeah, raar. Yeah, praise God. 1 Corinthians hoofdstuk 2, vers 14 zegt. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice. Zegt, maar de natuurlijke mens begreep niet de dingen die des geestelijk God zijn, want zij zijn hem dwaasheid. En hij kan zij niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Pero el hombre. 1 Corinthians hoofdstuk 2, vers 14. Primera de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son
que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de distinguir espiritualmente. Amen. Praise God. Hallelujah. See, the natuurlijke mens begrijpt geestelijke dingen niet. El hombre natural no comprende las cosas espiritual. You know, ik heb veel mensen naar de kerk zien komen. He visto muchas personas llegar a la iglesia. And they seen it allemaal as gekkigheid. Y ellos miran como que si esto fuera una locura. Well, jullie do some gekke dingen in jouw kerk. Oh, pero es que ustedes hacen cosas tan locas en su iglesia. Ja, yeah, they think that wij gek zijn omdat wij doen zoals wij doen. Las cosas son locas, dicen ellos, porque nosotros hacemos las cosas que nosotros tenemos que hacer. They kunnen niet begrijpen waarom wij God aanbidden zoals wij God aanbidden. Y no pueden comprender por qué nosotros alabamos, adoramos a Dios como nosotros lo adoramos. They kunnen niet begrijpen waarom mensen huilen. No pueden comprender por qué la gente llora. They couldn't even begrijpen waarom mensen hun handen opheffen. Y no pueden comprender por qué la gente levantan sus manos. They couldn't even begrijpen waarom mensen zo blij zijn als ze in de kerk zijn. Y no pueden entender por qué la gente están tan contenta cuando están en la iglesia. Kijk al deze gekke mensen in de kerk, die zijn aan het springen. Mira cómo toda esa gente loca en la iglesia están brincando y partiendo la mano. Y están so blij. Y están tan contentos. Snap het niet. No lo comprendo. Weet je waarom they het gek vinden? ¿Sabe por qué ellos se lo encuentran loco? Omdat zij geestelijk niet kunnen zien. Porque ellos no pueden verlo espiritualmente. It's geestelijk what is here on the computer. Porque lo que acontece en este lugar es espiritual. And they cannot need seen. Y ellos no pueden verlo. Praise God. Gloria a Dios. De Bijbel vertelt mij in Johannes hoofdstuk 4 vers 24. La Biblia me cuenta a mí en Juan 4, 24. It's a heel kort. It says, amen. God is a geest, and say to him, aanbidden moet him aanbidden in geest en waarheid. Por tanto, como Dios es espíritu, todo aquel que le adore tiene que adorarle en espíritu y en verdad. The God that we dienen is a geest. Porque el Dios que nosotros le servimos es espíritu. You could need up a natuurlijke niveau God benaderen. Porque no puedes en un nivel natural tocarlo, acercarte. Praise God. You know, that is the reason waarom sommige mensen het zo moeilijk vinden om God te vinden. Y por esta razón es que a muchas personas se le hace tan difícil encontrar a Dios. See, it betekent dat ze God op een geestelijk niveau moest benaderen. Porque esto quiere decir que a Dios es en un nivel espiritual que tú tienes que acercártele. And they say need prayed on that to do. Y estas personas no están preparadas para hacerlo. And you shall God nooit vinden als je hem niet benadert op een geestelijk niveau. Y entonces nunca vas a poder encontrar a Dios si tú no estás preparada a acercártele espiritual en un nivel espiritual. Maar daarom hebben wij ook problemen met het naderen van God, om nader te God te komen. Pero también nosotros tenemos problemas para poder acercarnos a Dios. Wij worden zo natuurlijk in de manier waarop wij denken. Nos volvemos tan natural en la forma en la que pensamos. See, wanneer je denkwijze begint te natuurlijk te worden en niet geestelijk. Cuando tu forma de pensar se vuelve tan natural, tan normal y no espiritual, then is God unbreakable. Entonces Dios se vuelve imposible de alcanzar. But God is not unbreakable. Pero Dios no es inalcanzable. See, onze denkwijze heeft hem zo gemaakt. Así que vemos que nuestra nuestra forma de pensar. Wij moeten doen wat wij moeten doen is weer geestelijk zijn. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ser espirituales. And that is om opnieuw gevoeld te worden met zijn Heilige Geest. Y entonces vamos a ser lleno con su Espíritu Santo. God's Geest moet door ons stromen, praise God. El Espíritu de Dios tiene que fluir. It is the answer for few problems that we have. Y esta es la respuesta a muchos de los problemas que tenemos. Wij moeten echt een
Tiene que haber un derramamiento del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Praise God. And my last excuse vanavond is. Y mi última excusa en esta noche es. Yeah, this passed by me. Praise God. Esta le queda bien al hermano White. Yeah, it's by me, Mark and Nick Coleman. Discúlpame, pero no puedo ir. Omdat ik moet mijn oren laten testen. Porque tengo que irme a chequear el oído. Huh? What? Tengo que irme a revisar el oído. No escucho. What, honey? Amen. 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 Praise God. Yeah. I was waiting for Sister White to say amen. Yeah. Praise God. Yeah. Yeah. Oh. Yeah, ik heb het niet gehoord, sorry. In Marcus hoofdstuk 4, vers 23, een heel kort vers. In Marco, capítulo 4, versículo 23, un versículo muy corto. Het zegt, zo iemand oren heeft om te horen, die horen. Si alguno tiene oído para oír, oiga. You know, Jezus heeft dit zo vaak gezegd toen hij met mensen sprak. El Señor Jesucristo dijo esto tantas veces cuando Él le hablaba a las personas. Als je de evangelie leest, je leest ze zo vaak. Wie oren heeft te horen, laat hem horen. Y si nos ponemos a leer los libros del evangelio, lo vamos a encontrar por toda parte. Todo el que tenga oído para oír, que oiga. Marcus hoofdstuk 4, vers 23. Ja. Yeah. Amen. Enkel wat hij zegt, wat hij op een eenvoudige manier heeft gezegd was. Esto lo que quiere decir de una forma sencilla es. Als je dat niet begreep, sorry. Por si acaso no lo comprende. Als je oren on your hoofd hebt. Si tienes oído en tu cabeza, orejas. Dan kan je beter met zij luisteren. Entonces puedes escuchar con ellas. Praise God. Gloria a Jesús. And we all have oren. Praise God. Y todos nosotros tenemos oídos, yeah. Orejas. Even kijken. Ja, sommige van jullie hebben zo'n grote oren. Es oreja que dice. Es oreja. Gloria a Jesús. Aleluya. Ella siempre tiene ese Praise problema. God. En el diccionario es oreja, no yeah. Dice oído. Praise God. Amen. Nee, omdat nee, mag grappen met zuster yeah. Adriana. Hoeveel heeft uw moeder dat ooit tegen u gezegd? Heeft je moeder ooit dit tegen u gezegd? Sorry. Te ha dicho alguna vez tu mamá? Luisteren en huiveren. Right? Luisteren en huiveren. Oh, tienes oído para oír. Ja, maak je oren open of je krijgt een pakslag. Oh, escucha yeah. Y entiende. Maak je oren open of je krijgt een pakslag. Si no abre bien tus oídos, te vas a encontrar una... Eso. Papau. Ja. Je moet goed luisteren. Tienes que escuchar luisteren. Muy bien, muy bien. God heeft je die oren gegeven om te luisteren. Para eso te dieron los oídos, para que escuchara. Ja. Yeah. Praise God. Amen. Amen. Praise God. You know, mensen die niet willen luisteren, kunnen Jezus niet vinden. Las personas que no quieren escuchar no pueden encontrar a Dios. Así es. Heb je ooit met iemand gesproken die niet luisterde? Oeh, hoe vaak. Inderdaad. Inderdaad. Praise the Lord. ¿Acaso ha hablado con alguien que no quiere escuchar? Pass up. Baby. Yep. Hallelujah. Praise God. Amen. Het is heel frustrerend, toch? Eso es muy frustrante. Huh? Heel frustrerend. Es muy frustrante. Nou, het is hetzelfde met God, eigenlijk. Hij is igual con Dios. Ja, hij mm-hmm. spreekt tot ons harten in elke dienst, maar luisteren wij naar hem? Él no habla y habla nuestro corazón en todos los cultos, pero le escuchamos nosotros a él? You know, veel mensen die ik ken, zullen God's uitnodiging niet accepteren. Muchas personas que yo conozco no aceptan la palabra de Dios. Omdat ze gewoon niet willen luisteren. Porque no quieren escuchar. You could him niks vertellen. Entonces tú no puedes decirle nada, no le puedes contar nada. Yeah, you could him helemaal niks vertellen. No puedes decirle totalmente nada. And what's jammer, we have mentioned souls that in the kerk. Y esto es lamentable porque así tenemos muchas personas en la iglesia. They have besloten that what you said verkeerd is and
nemen geen tijd om het uit te zoeken. Ellos han decidido que lo que se está diciendo está equivocado y no se toman el tiempo para ellos mismos investigarlo. Ja, ben helemaal verkeerd. Nee, ik wil niet luisteren. Ik ga niet uitzoeken. No. Eso está equivocado. No me interesa escuchar, pero tampoco voy a investigarlo. Wat doen wij wanneer wij het woord van God horen? ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios? Luisteren wij naar wat er echt wordt gezegd? ¿Escuchamos verdaderamente lo que se está diciendo? En kan het zijn dat onze oren zijn geopend, maar onze hart is dicht? Puede pasar que nuestros oídos estén abiertos, pero nuestro corazón esté cerrado. Het komt in, maar het zaad valt op steenachtige grond. Sí, cae y entra dentro, pero la semilla cae en la piedra. Oh, you heard what word wel gezegd. Oh, sí, yo he escuchado, yo escucho lo que se está diciendo. But I'm that your heart is so hard. Pero como el corazón está tan endurecido. The sign from the word from God. La semilla de la palabra de Dios. Que geen grond vinden. No puede encontrar tierra. What is your excuse? ¿Cuál es tu excusa? Oh, brother White, ik wil echt voor Jezus leven. Oh, hermano White, yo quiero vivir para el Señor Jesucristo. Pero. Now here comes it. Ahora viene esto. What is your excuse? ¿Cuál es tu excusa? You know, it's not the time om excuses to make. No es el tiempo de dar excusa. It is time om up te houden om excuses aan de Heer te geven. Es tiempo ya de parar de estar dando la excusa al Señor. Wanneer worden wij eindelijk eerlijk met God? Cuando nosotros en realidad somos sinceros con Dios. En zeggen, God, ik heb uw hulp nodig. Y le decimos, Señor, necesito de tu ayuda. Ik wil geen meer excuses maken. Yo no quiero ya poner más excusa. Help me, Heer Jezus, om mee te veranderen. Ayúdame, Señor Jesús, para yo poder cambiar. What is your excuse? ¿Cuál es tu excusa? Praise God. What is your excuse? ¿Cuál es tu excusa? God heeft ons zoveel gegeven in dit boek. Dios nos ha dado tanto en su palabra. Zoveel. Tanto. Gloria a Dios. En we maken zoveel excuses. Y nosotros lo que hacemos es poner tantas excusas. Zoveel excuses for him to leven. Tantas excusas para vivir para Dios. And he heeft zoveel voor ons gedaan. Y él ha hecho tanto por nosotros. Hallelujah. Gloria a Jesús. Let's stand. Puesto de pie, amados Praise hermanos. God. Gloria a Jesús. God is good. Dios es bueno. Ik weet dat het een Bible study. Sé que es un estudio bíblico. Maar ik voel op mijn hart. Pero siento en mi corazón. Let's bidden. Que oremos. Laten we naar de Heer gaan in gebed. Vamos a ir delante del Señor en oración. Laat ons vragen God om te vergeven ons voor de excuses dat we maken. Y pidamos a Dios que nos perdone por las excusas que nosotros ponemos. Wij maken excuses. Nosotros ponemos excusas. Wij maken veel excuses voor de dingen dat wij doen. Nosotros no ponemos excusas por todas las cosas que hacemos. En wat is eigenlijk, ik vind zo grappig, is dat onze excuses als wij zullen echt naar hem luisteren. Y verdaderamente es tan gracioso porque si nosotros escucháramos nosotros mismos nuestras excusas. Zijn net zo stom als excuses dat ik heb vanavond gekregen. Son igual de tonta que las excusas que acabamos de leer en Lucas 14. Wil je ophouden met excuses te maken? Quiere ya parar de poner excusa? Laat ons onze handen opheffen en vraag God om ons te vergeven. En laat ons geen meer excuses. Levantemos nuestras manos y pedimos a Dios que nos perdone. Heer Jezus, ik dank u en prees u. Ik geef u al de eer en glorie voor het woord van God dat was gesproken vanavond. Ik bid in de machtige naam van Heer Jezus. We'll be right back.